Goedendag, het is vandaag zaterdag 16 april 2022. We zijn in Kaproen. Wij gaan dit keer ook weer naar de gletsjer. En we stappen niet zeg maar, bij de gletsjer gate 1 omhoog. Maar dit keer is vanuit het dorp. Maiskogelbaan, die nemen we omhoog. Dat ligt vlak langs de maisflitser. Die zien jullie hiernaast liggen. Mooie rode baan. Ik zie dat daar ook een karretje naar beneden komt. Kijk, daar komt hij aan. Er zit iemand in. Maar vanmiddag waarschijnlijk wel. Maar we gaan hier omhoog. We pakken de 3K Connection baan. Een hele mooie baan. En die brengt ons richting de gletsjer. Ja, vanuit de 3K Connection kun je ook nog kijken op de parkeerplaats waar je vroeger moest parkeren om de gletsjer 1 te pakken. Nou, die hebben wij vandaag niet genomen. Wij zitten in de 3K Connection. Ook met dit weer, waarin je natuurlijk weinig kunt skiën, zijn we ook nog maar eventjes naar de top van Salzburg gegaan. Nou, jullie zien het. Dat ligt op 3029 meter. En om echt even te laten zien ja, dat er gewoon het zicht gewoon er gewoon niet is. En dat is nou ja, vanaf het Alpine Center 2450. Daar begint het al bewolkt te worden. En dit is ons fraaie uitzicht. We staan nu aan het einde van de gletsjerjet nummertje 4. Dat betekent dat we tegen de 3000 meter aan zitten. Maar het zicht, dat is wel een probleem. Je ziet eigenlijk geen hand voor ogen. Ja, hier bij het bergstation nog wel. Maar kijk je nou echt weer die kant op, dan is het zicht wat minder. Nou, wij gaan ons rustig laten afzakken richting het Alpine Center. Dit was het dan weer vandaag hier op de Kiensteinhoorn. Vanaf morgen wordt er hier echt zonneschijn verwacht. Helaas is het zo dat we vandaag geen enkel straaltje zon hebben gezien. Alleen maar mist. En omdat er hier een Alpine Center is, heb je hier nog ja, wat warmte van het gebouw. En natuurlijk van het grondstation. En dan heb je iets minder mist. Maar het is heel erg jammer, zeker voor de mensen die al 2 dagen hier zijn met de paasvakantie. Maar ik kan ze garanderen, er komen nog 2 zonnige dagen aan. En daar houden we ons maar aan vast. En voor nu zeg ik dan ook maar weer de groeten.